Goedendag. Ik ben gisteren in Amersfoort geweest voor mijn telefoon. En nou, ik ben naar Apple geweest. Ik zou eigenlijk naar Mediamarkt gaan en zo. Maar ik ben niet naar Mediamarkt geweest, want ik had geen tijd om daarheen te gaan. Want als ik erheen zou gaan, dan zou ik mijn trein missen. Ik moest werken, dus ik kon mijn trein niet missen. Dus ben ik daar niet heen geweest. Maar ik ben wel naar KPN geweest en Apple. En bij KPN hebben we vandaag gekeken naar nieuwe telefoons gekeken en zo. En nou ja, ik zou een nieuwe telefoon kunnen kopen voor €360 ex-BTW op mijn bedrijfsnaam. En dan krijg ik en dan de geld terug en zo. Maar even kijken, ja. Maar ik kon die deal niet maken, dus ik kon die deal niet maken van telefoon, als het ware mijn telefoon bij mijn abonnement erbij krijgen. Of ik moest een nieuw abonnement nemen. Ik kon niet nog bij de oude abonnement doen, want het was sim-only abonnement. En ze konden geen telefoon erbij geven. Wat een onzin! Maar in ieder geval, dus nou ja, nu weet ik in ieder geval dat ik een telefoon kan kopen voor €360 ex-BTW. En ik ben daarna nog even langs Apple geweest. Even daar gezeten bij de servicebalie. Ze hebben naar gekeken. Mijn accu blijkt helemaal naar de klote te zijn. Hij doet het wel. Ze hebben iets mee gedaan, ik weet niet wat. Maar hij doet het nu in ieder geval wel. Maar ja, ze zeggen dat hij zomaar uit kan vallen. Als het. Ja. Als dat aan de accu ligt en zo. Dus ik weet niet. Hij doet het nu in ieder geval. Hij heeft tot nu toe de hele dag gedaan. Ik heb hem opgeladen. En hij blijft nu nog doen. Dus ik hoop dat hij niet uitvalt. Maar dus nieuwe telefoon. Nieuwe telefoon. Wordt leuk. Ik ben al de hele dag bezig met ja, mensen opbellen. Bedrijven vooral. Bedrijven opbellen. En e-mailen. Ik had even kijken. Gisteren een video gemaakt waarin ik de vraag stelde of mensen die kleine winkeltjes kenden of leuke boutiquejes. In ieder geval kleine winkeltjes, boutiquejes zei ik niet, maar ik heb daar wat antwoorden op gekregen. Hartelijk dank daarvoor de mensen die geantwoord hebben. En nou, ik ben ermee bezig. En wij gaan slagen, wij gaan lekker knallen. Ik ga nu eentje bellen. En dan ja. Ga ik lekker mijn ding doen. I'm doing my thing. Ding ding. Lekker. Lekker, 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 lekker. Ta 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 ta. Oké, zo. Ze nemen niet op. Come on. Come on, come on, come on. Had er net met eentje gebeld, maar nou, de eigenaar was druk bezig met een gesprek. Dus die had hem even een mail gestuurd. En daar hoor ik waarschijnlijk vandaag of morgen iets van. I hope it's positive. Positive. En als het negatief is, ja, dan missen zij wat. Kan ik zo doen. Zij missen wat. Nou. De planning is om mensen bewust te maken van wie ze zijn. Mensen bewuster te maken van wie ze zijn. Van wie zij geloven te zijn. Weet je, als je weet wie je bent. Als je weet wie je wilt worden, sorry. Als je weet wie je wilt worden, weet je wie je bent. Weet je, en dat is het. Ik weet wie ik wil worden. Dus ik weet wie ik ben. Ik weet wie ik ben. En ik begin bij wie ik ben, you know. Ze hebben gezegd, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. En dat is zo, dat is echt zo. Je hoeft niet geweldig te zijn om te beginnen.
Maar je moet beginnen om geweldig te zijn. De telefoon is niet bereikbaar. Gadverdamme. Nou, we gaan nog een keer bellen. Boeia. Nog een keer. We go again. We go again. Ik ga zo lekker werken. Ik moet zo werken, ja. 6 uur lekker werken. Ik ga zoals eerst douchen. Ik heb nog niet in de dag gedaan. Dan zijn we daar binnen, dus ja. Goedemiddag. Ik spreek met Yomi Sam van de AM de AM. Goeiedag. Hi. Wat zei u? Oh, speak English, yes. You speak with Yomi from I Am That I Am. Hi. I have a question. Who must I have for... I need the person that is buying the products you people are buying in your shop. Do you understand what I mean? Yeah? Yeah? Yeah, but it's, yeah. Yeah. That. Okay, I understand. But can you not give me a name from of one person in the team? NOGA. A. Yeah. OGAA from ABC. Okay, NOGA. And then YARROM. Okay. Wire. So, NOGA at or not at? This is the mail you're giving me, yeah? Oh, this is the name. And then, okay. Oh, okay. Yeah, Charlie Mary. Yeah. Okay. So if I send it to the one of the on the web shop, everybody will see it, all the partners. Okay, yeah, then I'll send it to them. That's much better. Okay, thank you very much. Yes, okay. Yeah, definitely. Thank you very much. Eh? You too, goodbye. Zij was aardig. Damn it. She was kind! And my English is rough. I didn't speak English in a long time. So, don't be angry. I spoke broken English just now. Damn, that's bad. That's echt slecht, Yomi. That's echt slecht Engels. Damn it. Okay, dus wat ze zei is, ik moet de mail naar de website, tenminste. Naar de e-mail op de website sturen, want dan krijgt iedereen het daar zo. Die als het ware hoofd zijn van het productinkoop. Anders moet ik het naar één persoon sturen en die zijn behoorlijk druk, zei ze. En ze reageren niet zo snel, maar als ik het stuur naar de e-mail op de pagina, is de kans veel groter. Dus dat ga ik doen. Ik ga de mail sturen. Via... Hotmail via Hotmail. Okay, so. Tja, dit was een heel aardig meisje. Lieve stem. Lieve stem. Op weg naar werk. Ah, dat is Yomi. Dat is die oude snippet. Ah jongens, op weg naar werk. Van 6 tot 9. Werk, ja. Ik was net bezig met de video uploaden, maar die video duurde zo lang, ja.
2 uur of zo, maar als ik erop ben verwerkt, dan gaat hij erop. I see pause. Lachen. Maar het duurde 2 uur, joh. Oh, wat prachtig lang, joh. Broertjes en zusjes gaan naar witte tent. Ik ben benieuwd wat dat wordt. Jongste broertje heeft blessing. Blessing heeft mijn zusje 1000 keer gesmeekt om mee te gaan. Nu gaat ze ook mee. Ja, auto. Hey. Ik ben benieuwd wat dat wordt. Witte tent. Zo leuk. Nope. Wel grappig, joh. Iedere jaar staan ze er weer. Ik ben vandaag naar werk geweest, maar toen ik op werk aankwam, hoefde ik eigenlijk niet te werken. Dus ik ben daar een half uurtje of zo, 3 kwartier gebleven en daarna ben ik naar huis gegaan. En daar zo was een jongen. De broer van een oude collega van mij, die was daar, die was eten aan het halen en zo. En hij had het over 2 filmpjes geleden die ik had gemaakt over dat ik bewustzijn wilde verspreiden. En hij zei dat hij het niet had begrepen en zo. En hij stelde me een vraag en hij zei, oké, stel je voor dat ik miljonair wil worden. En hij zei, hoe moet ik dat doen? En ik gaf hem antwoord en ik zei, het begint met 1, keihard werken voor wat je wil doen en je creativiteit gebruiken om het te doen en geen fuck geven om wat andere mensen van denken. En dat is zo. En plus ik had nog iets anders erbij bedacht, maar ik dacht, nou laat ik dat voor mezelf houden. Maar ik ga het wel met jullie delen en dat is dit, heel simpel. Weet je, je kan niet in 1 keer miljonair worden. Dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk. Maar waar je wel kan beginnen, is vrij simpel. Je kan beginnen met een product of iets te ontwerpen of iets te gaan doen. Waar je bijvoorbeeld 10 euro mee verdient. Of 20 euro mee verdient. Ja? Stel je voor dat je 10 euro verdient. Doe dat 10 keer, heb je 100 euro. Doe dat 100 keer, doe dat 1000 keer. Doe 1000 keer, doe dat 10.000 keer. Doe dat 10.000 keer, 100.000 keer. En je krijgt 1 miljoen. Weet je? Het begint met een klein idee van 10 euro, of 20 euro, of 2 euro. En het gaat uiteindelijk gaat het om de journey, om de reis, om de ervaringen die je opbouwt en niet om het geld. Het gaat om de mensen waarmee je leert werken. Het gaat om je passie, je liefde voor het werk. Het gaat om jezelf. Het gaat om wie jij naar voren wil brengen. En ik geloof dat iedereen het beste naar voren wil brengen dat hij te bieden of hij of zij te bieden heeft. En daar gaat het om. Weet je? Dat is de einddoel van ons allemaal. Weet je? Want iedere kind die geboren wordt, groeit op met de hoop om iets speciaal te worden. En wanneer ben je speciaal? Als je het uiterste kan halen uit wat jij wilt doen. Of wie jij gelooft te zijn. En dicht bij jezelf. Dicht bij jezelf. Weet je? Dus ik dacht daar, weet je. Ik doe dit in een filmpje. Ik ben nu even naar een leuk filmpje aan het kijken van Porsche. Een reclamefilmpje. Was wel lachen. Het verschil tussen de oude Porsche Panamera en de nieuwe. Dat is wel leuk om te zien. Daar wil je ook iets van. Ja, Porsche. Mooi automerk. Ze maken altijd mooie auto's. Jongens. Je moet begrijpen dat. Je moet dit begrijpen. Kijk. Weet je? Ik heb zo vaak gehoord dat je moet weten wie je bent om te kunnen worden wie jij wilt zijn. Maar voor mij
mijn hoofd en mijn gevoel zegt, ik zou zeggen, mijn hele lichaam en mijn gevoel zegt één ding. Als jij weet wie jij wilt worden, weet jij wie je bent. Want wie jij wilt worden is wie je nu wilt zijn. Dus als jij je fantasie kan gebruiken om te fantaseren over wie jij wilt worden, en je gaat één ding doen, en dat is beginnen met het zijn van wie jij wilt worden, over wie jij fantaseert dat jij bent. Als je daarmee begint, dan is je leven geweldig. Weet je, het grappige is, een jaar terug zei ik tegen mezelf, had ik een afspraak met mezelf gemaakt, en die afspraak was, ik slaap 4 à 5 dagen in de week, 5 uurtjes per dag. En de andere 3 dagen van de week, of 2 dagen van de week, slaap ik 7 uurtjes per dag. En dat was de afspraak met mezelf. Dat ik 4 à 5 dagen in de week 5 uurtjes zou slapen. En de 3 of 2 dagen in de week 7 uurtjes zou slapen. Weet je? En ik had het opgeschreven. En ik had het bewaard. En ik geniet iedere nacht en iedere dag, 's morgens, 's middags en 's avonds voordat ik naar bed ging, las ik het op. En het grappige was, 6 maanden later, en tijdens die 6 maanden probeerde ik iedere keer te doen, maar het lukte niet altijd. Af en toe lukte het. Af en toe werd ik na 5 uurtjes slapen, werd ik wakker. Ja, dat 7 uurtjes, dat lukte prima, maar dat 5 uurtjes, dat was vermoeiend. Omdat het iets te kort, dat was eigenlijk te kort slapen, was dat eigenlijk. En dat ging vermoeiend, maar ik deed het iedere keer, En nu, tegenwoordig, slaap ik 4, 5 uurtjes, 4 tot 5 uurtjes op een dag, 4 tot 5 dagen, zonder dat ik moeite voor hoef te doen. Als ik vanavond ga slapen, na 5 uurtjes, word ik wakker en ik sta op, zonder moeite voor te doen. Voor iets wat ik een jaar geleden tegen mezelf had gezegd en beloofd. En ging uitoefenen. En ik las het. Ik herinnerde mezelf telkens eraan. Van dit is wat ik wil. Dit is wat ik wil. Dit is voor mij. En waarom ik dat wou. Is om te kunnen doen wat ik wou doen. Ja, om meer tijd te kunnen besteden aan wie ik was. Om meer tijd aan mezelf te kunnen besteden. Want ik heb maar 24 uur op een dag. Net zoals jij. Weet je? En ik wil de beste van mijn 24 uur maken. Nou, ja. Mijn 24. Even kijken. 18 uurtjes. Ja, want als ik 5 uurtjes slaap van 24 uurtjes, dan heb ik 18 uurtjes over. Als ik 7 uurtjes slaap, dan heb ik 16 uur over. Snap je? Dus ik wil het best van die 18 uurtjes en 16 uurtjes kunnen maken. En daarom maak ik een afspraak met mezelf. Dus, weet je, weet wie je wilt worden. Beschrijf voor jezelf wie jij wilt worden. Gebruik je fantasie. Je bent wie je denkt. Je bent wat je hierboven denkt. Weet je, als je een idee bedenkt, weet dat jij het bent. En weet dat als je het uitvoert, dat je jezelf uitvoert. Want het vervult jou. Het vervult wie jij gelooft te zijn. Je leeft nu. Niet morgen, niet overmorgen, maar nu. Ja. Dus, weet je, dat is, dat zullen mijn boodschappen zijn. Verhul mijn leven, weet je. Weet wie je wilt worden. En, en als je weet wie je wilt worden, weet jij wie je bent. Wat meer. Ja. Dat was het voor vandaag, jongens. Bedankt voor het kijken. Abonneer. Like. En deel het. Deel het met de wereld. Ik ben nieuw in dit. Dit doe ik voor het eerst. En weet je. Ik moet een beetje. Ik moet een beetje op mijn gevoel voelen. Nog een beetje verfijnen. En het praten en het uitdenken van dingen. Ik ben nieuw in dit.
Het is niet perfect, weet je. Maar ik wil dat jij het beste uit jezelf gaat halen. Gaat beginnen te halen, want ik ben daarmee begonnen. Ik ben het aan het doen, het beste uit mezelf halen. Wacht, hè. Dus, dat, weet je. Die video's zullen steeds beter worden. Ik zal steeds beter worden in het praten. En jij gaat er meer van genieten. En nogmaals, subscribe. En abonneer en like. Like de video. Of dislike als je hem niet liked. Dislike. Laat het weten. Als je opmerkingen hebt, laat het weten. In het bericht eronder. Laat weten wat je leuk vindt en wat je niet leuk vindt. Ik wil horen, ik wil het zien, ik wil het lezen. Ik wil weten wat je ervan denkt. Laat me weten. Ik vind het belangrijk. Ik vind het belangrijk om te zien of ik impact heb of niet. Ja. En jij bent dat. Jij bent de klant. Jij bent degene die luistert. En feedback geeft. Weet je, ik kan mezelf feedback geven. Maar ik kan ook een niet al te goede feedback aan mezelf geven. Maar jullie zijn de keiharde waarheid. Dus laat me weten. Alsjeblieft. Laat me weten. Als ik het goed doe. Of als ik het fout doe. En als ik het middelmatig doe. Laat me weten. Ik wil het weten. Ja. Dank u. Tot morgen. When midnight broke the sleep. Under faces made.